Nou, we hebben een fantastische heropening van onze school. Wat er gaat gebeuren is dat we 's morgens in ieder geval onze kinderen de gelegenheid geven om diverse workshops langs te lopen. We hebben 3 nieuwe werelden ontwikkeld waarbij leerlingen nog meer in aanraking komen met zorg en technologie, voeding en gastvrijheid en sport en gezondheid. Waarbij wij in willen steken op het werken met mensen, maar ook voor mensen. En wij willen juist die bredere invalshoek van de kinderen ontwikkelen, enthousiasmeren, zodat ze ook die beroepen ingaan. Om te beginnen natuurlijk met een vervolgopleiding in die sectoren. Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes, welkom. Het is vandaag natuurlijk een feestelijke dag. Ja, normaal was het echt gericht bijvoorbeeld op de zorg. Maar nu is het gewoon echt breder getrokken dat je bijvoorbeeld ook de horeca erbij betrekt. Ook een stuk uiterlijke verzorging, gewone verzorging, de technologie. We hopen daarmee dat je nog steeds kan inzoomen op wat je leuk vindt. Maar tegelijkertijd ook de verbreding pakt en weet wat er nog meer is op de wereld. Hey! Als ik terugzie wat ik in de lessen al zie, hè, ze komen vaak binnen met van ja, het is stom en het is moeilijk en dit en dat. Maar op een gegeven moment dan moet je ze gewoon ze helpen herinneren van jongens, ga nou eens uit het lokaal weg, want het is pauze. Hè. Ja, de eerste reactie was wel echt van wauw, wat ziet het gebouw er ontzettend mooi uit en wat mooi dat jullie deze opleiding nu aanbieden. Heel veel enthousiaste geluiden, heel veel positieve geluiden. En mensen met een glimlach het gebouw verlaten, nou ja, wat wil je nog meer?